Hoi allemaal, ik heb vandaag echt superleuk nieuws, want ik heb een enorme giveaway die ik aan jullie mag weggeven. En dat is in samenwerking met shoplog.nl. En misschien weten sommigen van jullie het nog wel, dat ik wel vaker samenwerking heb gehad met shoplog.nl. Ja, dus ik vond het ontzettend gaaf dat ze mij nu weer hiervoor vroegen. En ik voelde me alweer weer heel erg vereerd. En shoplog.nl, dat is een website, daar hebben ze natuurlijk shoplogs. De naam zegt dan een beetje tutorials van make-up, maar ook van nagels, unboxings, outfit of the days. Je kan het zo geen niet bedenken en ze hebben het wel. Ja, een beetje alles wat met beauty, lifestyle heeft te maken. Dus heel erg leuk. Nou, nu mocht ik van shoplog.nl mijn eigen pakketje gaan samenstellen. En dat pakketje, dat leek me wel leuk om een soort van mijn favoriete make-up producten pakketje samen te stellen. En die mag ik dan nu aan jullie weggeven. Ik ga nu eerst alles laten zien wat er in het pakketje zit. En dan straks zal ik met jullie alle spelregels gaan doornemen die je moet doorlopen als je wilt winnen. Dus laten we eens bekijken wat ik allemaal mag weggeven. Als allereerst heb ik hier het Sleek Eye Define Asset Palette. En dit is mijn eigen favoriete Sleek Palette, omdat ik die altijd gebruik voor mijn Instagram foto's als ik daar make-up looks voor maak. Deze heeft gewoon super gave kleuren. Sleek Palettes zijn heel erg goed gepigmenteerd voor een leuke prijs. Dus nou, deze, dat is allereerst waar ik heel erg enthousiast over ben. Dan dit L'Oreal oogschaduwpaletje. En deze zien jullie vast wel eens een keertje voorbij komen op in mijn filmpjes. Dit is ook echt een super mooi paletje en ik denk ook wel dat dit echt voor iedereen mooi is. Of je nou een lichte huid hebt of een donkere huid. Gouden kleuren, goudbruin, dat staat iedereen wel eigenlijk. Dus deze, die heb ik dan ook van L'Oreal. Iets waar ik zelf bijna niet zonder kan, dat is deze matte poeder. En deze is dan toevallig van Maybelline. Zelf gebruik ik die van Essence. Maar ik heb wel een foundation poeder van Maybelline. Dus ik denk dat deze ook wel echt super goed zal zijn. En dit maakt gewoon je huid. Als je een beetje een glimmende voorhoofd hebt. Neus, kin. Je weet wel echt die T-zone. Dan kun je dus een beetje van dit poeder overheen doen. En dan wordt je huid gelijk een beetje mat. En dit is natuurlijk ook heel erg fijn voor in de zomer. Als je niet het gevoel wilt hebben dat je een hele dikke laag make-up op je huid hebt. Maar toch wel een matte huid wilt, dan is dit echt helemaal perfect natuurlijk. Dan mijn favoriete mascara. Dit is de Rocket van Maybelline. En hij heeft een rubberen borsteltje met kleine uitsteekseltjes. Ik heb er een review van op mijn blog. En ja, ik vind dit gewoon een hele fijne mascara. Ik heb als Aziatisch meisje heb ik hele korte wimpertjes. Ze zijn heel erg recht. En ondanks dat weet de Rocket van Maybelline daar toch wel een beetje volume in te creëren. Een beetje lengte. Ze gaan een beetje krullen. Dus dit is echt, ik ben hier heel erg blij mee met deze mascara. Dus die mag ik ook aan jullie weggeven. Dan iets wat je bijna bij al mijn make-up looks wel ziet. Of tenminste, ja, op Instagram wel. Ik vind namelijk dat het een make-up look echt helemaal af kan maken. Dat is deze eyeliner. En deze die is van Rimmel. En het is gewoon een liquid eyeliner in zo'n flesje. Super handig. Hier doe je ook best wel lang mee, omdat er best wel veel product in zit. En ja, echt hartstikke fijn vind ik dit werken. Het is even oefenen, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, dan kun je gewoon de meest perfecte eyeliner ermee creëren. Dus deze mag ik ook nog eens aan jullie weggeven. Deze lippenstift van Rimmel ook. En dit is van de Kate Serie. En deze kan ik wel eventjes laten zien aan jullie. Deze is heel mooi. Een beetje een rozige kleurtje, want ja, lippenstift. Echt, ik denk dat ik echt afgelopen anderhalf jaar mijn lippenstift-testje heb gecreëerd. Dat is echt best wel veel nu. Daar zal ik binnenkort wel een filmpje over maken. En lippenstift kan een look zoveel opvallender maken of zo. Of net even, net als eyeliner werkt het een beetje. En lippenstift, dat is ook heel erg fijn voor als je niet zoveel op je ogen wilt dragen. Maar wel gewoon helemaal los wilt gaan met je lippen. En ja, ik heb hier zelf de rode van. En ik dacht van, iedereen heeft op zich wel een rode kleur. En een roze kleur heeft misschien niet iedereen. Dus toen dacht ik van, nou, dan doe ik deze. Dan deze. Dit is ook echt iets waarmee ik niet zonder kan eigenlijk. Oeh, daar gaat het. Dit is iets waar ik niet zonder mee kan. Dit is de Heron nagelverharder. En ik heb het denk ik al 1000 keer gezegd. Vroeger waren mijn nagels heel erg zwak. En ze braken snel af. Ze scheurden snel. Ik kon mijn nagels niet lang laten groeien. En nu gebruik ik dit iedere keer als een basis. En ik merk dat mijn nagels daar zo sterk van zijn geworden. Echt niet normaal. Dus deze wil ik ook nog heel graag aan jullie weggeven. Of althans, shoplog. En dan als allerlaatste. Dit is van L'Oreal, de Color Rich serie. En dit is Scarlet Vamp. En Scarlet Vamp heb ik ook een review van op mijn blog. En
Het is zo'n mooie rode kleur. En de kleur verschilt ook een beetje. In het daglicht is het echt een beetje dat knalrode. Binnen is het een beetje dat donker wijnrode. En ja, hij is gewoon heel erg gaaf. Dat waren alle producten. En als allerlaatste heb ik ook nog een kaartje. Die mag ik aan jullie weggeven. En dit is een kaartje van 5 euro shoptegoed bij online make-up. En hier kun je dus eigenlijk alles wel van kopen. Voor ter waarde van 5 euro. Oké, wat moet je allemaal doen om dit hele pakket te kunnen winnen? Ik ga dat nu allemaal op een rijtje zetten. Maar gaat het je ietsje te snel? Geen zorgen. Ik ga het ook nog in de beschrijving zetten. En daar zal ik trouwens ook alle links zetten die eventueel nodig zijn om mee te kunnen doen aan deze winactie. Shoplog.nl, dat is natuurlijk de website. Maar Shoplog heeft natuurlijk ook allemaal andere social media. Namelijk Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. De voorwaarde om mee te kunnen doen aan deze winactie is dat je tenminste één van deze social media gaat volgen. Dus eigenlijk is dat wel heel erg fijn. Voor als je geen Instagram hebt, dan kun je altijd nog volgen op Facebook of op Twitter of nou ja, YouTube, wat dan ook. En YouTube, dat gaat iedereen natuurlijk sowieso lukken. De voorwaarde is dus volg één van deze social media kanalen. En als je extra kans wilt maken om te winnen, kun je er meer gaan volgen. Dus als je bijvoorbeeld alle social media kanalen volgt, dan maak je natuurlijk grotere kans om te winnen. Voor mij geldt ongeveer hetzelfde. Voor mij is het wel verplicht om abonnee te zijn op mijn YouTube-kanaal. Als je dan nog niet bent, kun je hieronder op de abonneerknop drukken. En dan kun je automatisch meedoen. Het is gratis, dus maak daar geen zorgen over. En verder zou ik het natuurlijk leuk vinden als je mijn Facebook wilt volgen, mijn Instagram of mijn Twitter. En daarmee maak je ook natuurlijk dus extra kans om te winnen met deze winactie. Alle links zal ik hieronder inzetten. De winactie geldt van vandaag, dus je kunt vanaf nu meedoen tot en met 13 juli. 13 juli om 5 uur, dus eigenlijk precies dezelfde tijd zoals nu, gaat deze winactie dicht en kun je helaas niet meer meedoen. En de winnaar van deze winactie die zal bekendgemaakt worden via shoplog.nl. Dus hou een website goed in de gaten tegen die tijd om te zien of jij misschien de gelukkige winnaar bent van dit pakket. Dat waren alle voorwaarden voor als je mee wilt doen met deze winactie. Ik vind het zelf echt heel, heel, heel gaaf van shoplog.nl dat zij deze winactie aan mij wilden geven. En dat ik hem via hun aan jullie mag weggeven. Gewoon ontzettend gaaf. Had ik niet durven denken een half jaar geleden bijvoorbeeld. En ik wil shoplog.nl natuurlijk heel erg bedanken daarvoor. En ik hoop dat jullie allemaal meedoen. En ik zou het super, super tof vinden als jullie mee willen doen. En ja, het is wel leuk omdat dit eigenlijk een heel persoonlijk pakketje is. Het zijn echt allemaal favorieten van mij en dingen die ik zelf ook heel vaak gebruik. Dus gewoon super leuk. Heel erg bedankt voor het kijken. Onderin staan alle spelregels nog even op een rijtje. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!